Het NK van Vrouwli. 26 toeren op een list en we keert ze in Jester aan. In de eerste omloop werd duidelijk dat het toer van Belsen met regen hier. In het zinnenpatoer van Roer Riep komen ze maar 4 om 3 zoals gelijk achter. En dan gaat tussenbal Boeten en daarmee de kampioen van Vlietend hier van de list aan. Dit is misschien wel een van de outsiders. Patoer van Huizem, Moinieke Sibrandi, zorgt hier dat de bal boppen vlucht. Ek Jester aan in de eerste omloop, Boert van Start. Zij ben een van de favorieten van het NK 2019. In de hele finale van het NK Vrouwli surveilleren dat Ljout het verliest van Montgem. Montgem eerste finalist, dat mooie verrassing nemen op de NK van Vrouwli. En dan komt de dramatiek. Hier is Huizem omgekeerd. Fjouwer om het waar achter, zoals Fjouwer voor. Pakken het eerst, pakken Fjouwer om het draaien. En dan wordt het 5 om een Fjouwer. 5 om een Fjouwer, zoals gelijk. En dan gebeurt dit. Nienke Sibrandi slacht op. Dan komt de bal daar naar de boppen ta. Dan gaat Annebrecht Bruinsma naar de bal ta. Verstapt haar en krijgt leeg van een knibbel. En daarmee maakt ze uit het veld wooi. En dan gaan Martsen Dijnem en Jeanette Winia verder. En ze pakken dan een 5 eerste lig en zo is niks achterstand. Maar op 5 eerste lig, zo is niks. Laat Nienke Sibrandi de bal boeten. En daarmee is alsnog Wommels finalist. De finale van het NK 2019 Vrouwli tussen het verrassende Montgem en het gehavende Wommels. Mooi Hester Bruinsma, de jongere zus van Annebrecht Bruinsma, die blesseert uit volgende weer. Dit is een wichtige slag. Fjouwer eerst een lieg, zoals lieg. Boetenslag van Amarins de Groot. En dat betekent dat er 4 van Fjouwer aan de telegraaf komt. 4 van Fjouwer is kind het zoals. En dan is het Martsen Dijen die de keert voorbij slaat. En de winst is daar voor het toer van Wommels. De winst op het NK 2019. En dat maakt vier burren. Dat had net alleen nog vier burren. Want wat gebeurt er dan? Jawel, we beginnen Annebrecht Bruinsma. Die heb ik de felicitaties verdienen. Die heb ik de omhelzing verdienen. De eerste prijs links Martsen Dijnem, Jeanette Winia, Annebrecht Bruinsma en Hester Bruinsma. Tweede het patoer van Montgem, derde Ljout en Huizem.